zijn hier op Dirksland. Ik ben André Kwad. Het Morgenidee is ontstaan in 1961. 15 jaar oud, zit het op de middelbare school. En toen kocht ik dit boekje. En de bladzijde met de morgen, die heeft me altijd getrokken. En die is eigenlijk nooit meer weggegaan. De bolle vormen van de koplampen. Deze zijn er trouwens met koper ingesoldeerd. De stadslichtjes die hier op gemonteerd zijn, deze hebben zo'n hoog aaibaarheidsgehalte dat het eigenlijk bijna een mooie vrouw is. De droom begon eigenlijk in 1961, maar in 2003 is die pas gerealiseerd. De auto is na aanschaf volledig uit elkaar gehaald, behalve de versnellingsbak en het differentieel. Voor de rest is elk boutje los geweest, hij is opnieuw gespoten, daarna opgebouwd en door zoon, lief en dochter gecosmetiseerd ook. Dochter heeft het interieur gedaan en zoon liep bij het opbouwen van de mechanische gedeelte. Veranderen is eigenlijk een groot woord, het is meer toevoegen. De bumpers die hierop zaten waren van aluminium, in mijn optiek niet om aan te zien. Die zijn dus nu veranderd in een paar schelpjes. En verder rest hebben we de leren riemen aangebracht. Verder is er nog een kofferrek op de achterkant gekomen. Het noodhouten dashboard, wat eerst uitsluitend bestond uit zwart sky leer, is vervangen. Dit is eigenlijk zo'n beetje de veranderingen die ik in de afgelopen 10, 11 jaar heb aangebracht op de morgen. Het Woody-idee is eigenlijk ontstaan liggend aan een strandje in Maleisië. Dacht ik van, joh, ik ga van mij morgen een Woody maken. De opbouw van de Woody is van een Meranti-soort. Achteraf had ik misschien beter een andere houtsoort kunnen gebruiken. Maar ja, mocht het hele project mislukken, dan kon ik hem altijd nog opstoken in de open haard. En dat is eigenlijk ook de reden geweest dat het Meranti geworden is. Ik moet zeggen dat eigenlijk de grootste uitdaging lag in de twee zijruitjes, de achterste zijruitjes. Want daar zit een bolling in en mijn ervaring op het gebied van perspex buigen is nou niet van die aard dat ik zeg van nou, dat ging gelijk in één keer goed. Aan de hand van het exterieur wat toen op de auto gemonteerd was, heb ik een paar mallen gemaakt om de zijruitjes op te buigen. Met behulp van een föhn en dat is wonderwel goed gelukt. De motor, ja, dat is een 1600 Kent blokje. Heel welbekend motortje uit die tijd. En het heeft voldoende vermogen om gewoon met het normale rijverkeer mee te komen. Verder is de auto, ja, ik mag wel zeggen, redelijk hard afgeveerd. En het comfort is niet echt hoog, dat bij elke drempel die je passeert, daar word je bijna gelanceerd. Maar dat neemt niet weg dat wij er heel veel plezier aan beleven op trippen die we maken. De creativiteit is voor mij een heel belangrijk ding. Ik moet er zelf plezier in hebben. En dan niet alleen maar in het bedenken van iets, maar ook in het produceren van iets. En dat is voor mij eigenlijk de drijfveer om iets te doen.
En wat iemand anders ervan zegt, nee, maakt me niet uit. Het grote vervelen is in zoverre begonnen dat er nu al reeds eigenlijk iets is ontstaan. Ik bezit ook nog een Spitfire 1500. En daar wil ik op termijn ook nog een shooting break van gaan maken. Maar in hoeverre dat gaat lukken, dat zullen we dan wel weer zien.